Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week regisseur Jos Stelling. Dus je bent altijd bezig met die trekkracht en die duwkracht. En dat maakt het interessant natuurlijk. En meer nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Jos, welkom bij Short Talks. Wat vind je het liefst te maken? Korte films of speelfilms? Oh, dat is geen eerlijke keus. Dat is een keus tussen een kus en een making love of something. Nee, je kan daar niet tussen kiezen. Heb je een kenmerk als een filmregisseur? Dat denk ik, ja, dat zeggen mensen wel. Dat je wel kan herkennen of een film vrij snel kan herkennen of een film van mij is. Dat is een beetje moeilijk om... Maar ik ga erg uit van beeldtaal en van de echte regels van het film maken. Dus als je echt goed aan de regels houdt van het film maken, heb je ook niet zoveel dialoog nodig. En dat kenmerkt mij wel. Ik ben erg visueel georiënteerd. En is dat belangrijk? Ja, ik vind dat je een film... Als ik een film zie, dan moet het niet zo zijn dat je hem op een andere manier had kunnen vertellen of kunnen duidelijk maken of wat dan ook. Een film is uniek. Het is een bepaalde taal die je alleen maar bij een film kan gebruiken. Dus je onderwerp, ja, je kan alleen maar door de film het zo laten zien. Als het op een andere manier kan, dan kan je dat beter doen, want het is vaak veel goedkoper. Dus een film is een bepaalde constructie. Het is eigenlijk een soort muziek voor het oog. Ik was er altijd van overtuigd dat we als mens altijd een keuze hebben. Maar we soms heel erg bang zijn voor de mensen om ons heen die daar iets van gaan vinden. En dat we onszelf daarom soms wel eens de neiging hebben om onszelf te gaan verloochenen. Dus dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest voor Steen. De uitdagingen van het maken van een korte film in Nederland als beginnend maker is... Denk ik vooral dat je nog geen naamsbekendheid hebt. Dus je moet je heel erg bewijzen. Vooral natuurlijk op basis van script. Je krijgt niet zomaar geld als je, zoals grote namen wel krijgen, omdat mensen daar vertrouwen in hebben. Ja, ik ben dus in IJsland geboren. En of er een invloed zit in mijn films en mijn roots, zeg maar. Om heel eerlijk te zijn, ben ik me daar niet heel bewust van. Het is meer dat waarschijnlijk soort in mijn karakter en de vulkanen en de uitgestrekte landschappen, dat een beetje in me zit. En wat je misschien een beetje doorschemert in mijn films, maar daar sta ik nooit heel bewust bij stil eigenlijk. Rise gaat over het economische systeem en hoe ik vind dat het niet goed is dat de leiders van het economische systeem het met het geld aan de haal gaan en dat het volk daar en de kleine man heeft daar onder te lijden. Het aantrekkelijke vind ik dat je niet gelimiteerd bent tot de wereld zoals die is en dat je eigenlijk van niks kan beginnen en kan maken daarvan wat je in je hoofd hebt, wat je fantasie is. Creëren van de wereld vind ik vooral het interessantst. Bij Rise is een vrij complex onderwerp en ik heb er daarom voor gekozen om voor een vrij simpele vormgeving te gaan. Ik denk dat het verhaal dat het echt focust op de inhoud en dat de vormgeving niet afleidt van de inhoud. Ik denk dat belangrijk is om het verhaal wel duidelijk te kunnen maken. Hoe krijg je een goede balans voor een erotisch verhaal? Nou, aan de ene kant is het heel makkelijk, aan de andere kant is het ook een beetje ingewikkeld, omdat als het erotisch wordt, dan wil je ook dat het een soort climax krijgt. En dat moet je dus dan weer niet doen, want dan wordt het seks. Dus je moet op een gegeven moment moet je wel ergens weten te stoppen. En dan moet het ook vooral een beetje leuk blijven. Het moet spannend zijn. Maar ik geloof zelf erg in de ruimte tussen de mensen. Dus zo gauw er ruimte zit tussen de mensen, dan... Of tussen, niet alleen tussen mensen, tussen alles, die ruimte ertussen, dat vind ik altijd het interessantste. Dus, en daar ligt dat, in dat spanningsveld, daar gebeurt het natuurlijk. En als mensen, dan is het afgelopen, dan ben ik klaar en dan kan ik naar huis. Dus als je een liefdesfilm maakt, maak je het op een andere manier? Ja, want een liefdesfilm, als je een man en een vrouw hebt, en, nou ja, dan kan je vrij gauw duidelijk maken dat ze elkaar willen hebben. Het enige wat je dan moet doen is
creëren van problemen. Dus anders hebben ze elkaar, is het afgelopen. Dus dan gaat het weer om de problemen, zodat ze elkaar niet kunnen krijgen. En dus je bent altijd bezig met, dat, met die trekkracht en die duwkracht. En dat maakt het interessant natuurlijk. Nou Jos, hartelijk bedankt voor je tijd.